platteland zie je dat natuurlijk al helemaal niet, hè? Een kunsthuis. Maar het zou natuurlijk in plaats van een galerie, zou het eigenlijk een heel mooie mogelijkheid zijn voor mensen om, en heel laagdrempelig, om gewoon naar binnen te stappen en te zien wat Berkeland geeft aan kunst. Deze tafel gebruik ik als illustratietafel, zeg maar. Nu ben ik even met andere dingen bezig, maar ik ben in wezen begonnen als illustrator. En van daaruit steeds verder meer gaan schilderen. Maar ik doe het eigenlijk in wezen allebei. En dit is dus echt mijn afdeling tekenen. En de Ginder is meer de afdeling schilderen. En dan heb je gewoon andere gereedschappen nodig en andere werktafels voor nodig. Dus als ik illustratieopdrachten heb, dan zit ik hier te werken. En de voorbereiding voor de kunstroute, hè, is natuurlijk aan de gang. Dus daar zijn we heel druk mee. En het zit hier ook allemaal, ligt hier ook allemaal. Kijk. De familiekast. In die vitrinekast heb ik bovenin mijn oude speelgoed gelegd. En dat was een negerpop toen ik dus heel klein was. Daar heb ik een commentaar op gehad toen in die tijd. Dat was in de jaren 50. En dat was voor mensen heel iets raars, dat je een negerpop als pop had. Ja. Dus dat begon dan met. Nou, hieronder zit het gereedschap van mijn vader, want dat was een edelsmid, een goudsmid. En die daaronder, dat is mijn opa. Die was eigenlijk graanhandelaar, maar die is op zijn 50ste is die gaan schilderen. En die wilde er graag naar de academie, maar daar werd hij niet meer toegelaten. Want ze zei, meneer Nijkamp, u bent eigenlijk veel te goed voor de academie. En was hij daarmee tevreden met zijn antwoord, maar goed. Maar hij schilderde zelf veel. Hij fotografeerde eerst alles en dan maakte hij daar een schilderij van. Is hij jouw inspirator? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, mijn inspirator is meer mijn neef geweest. Ik heb een beroemde neef, Herman Krikka. Die was een galeriehouder in Amsterdam. En die verzamelde en heel belangrijk voor de Cobra groep geweest hier in Nederland. En die is zelf gaan schilderen. En ja, het hele leven van die jongen, dat vond ik zo geweldig. Maar ik heb mijn hele familie vol met kunstenaars zitten. Dus die zijn allemaal, dat kon niet missen natuurlijk. En daaronder, dat zijn allemaal fossielen die ik gevonden heb. Gedeeltelijk in Winterswijk, maar ook wel heel veel in Frankrijk. Dat vind ik leuk werk. De oude, werk of is, dat, of is dat hobby? Dat is hobby natuurlijk. Hè? Dat is geen werk. Nou, het is wel werken hoor. Fysiek is best zwaar af en toe, maar het is gewoon hobby natuurlijk. Dat ben ik dan zelf. Hè? Voordat ik begin, moet ik al een heleboel klaarleggen. Dat ik zo kan grijpen, dat vind ik makkelijk. Dus een aantal dingen, dan moet ik nog de verfstof hebben. Ik ben nu aan het uitvogelen wat het oplevert als je zegt van landschap is door mensen gemaakt. En daar ga ik proberen om de vorm van mensen in het landschap te integreren. Dus dat ze helemaal bijna, dat je moet kijken, lang moet kijken en dan zie je in één keer een figuur ontstaan in de grond. Maar daardoor kwam ik ook op lichamen in de hemel, hemellichamen. Want hemellichamen verstaan wij de planeten onder en zo in de aarde en zo. Maar als je, iedereen kent wel de wolken, hè, die, als je daar zit te turen, dan zie je een schaap en je ziet een geit en je ziet je moeder en je ziet weet ik wat. Dus zo groeit dan een idee zeg maar, om te gaan schilderen en de uitdaging voor mij is dan, kan ik daar wat mee? Kan ik dat maken? Dus ik ben daar heel erg mee aan het experimenteren. Dit is zo'n experiment van een hemellichaam. Er zijn plannen geweest om iets met de kunst in Gelselaar te doen? Ja. Tenminste, dat is een paar jaar geleden al gebeurd, zeg maar. Hebben we met de mensen die lid zijn van Kijk op Kunst, dat is een kunstgroep opgericht door Peter van der Waal in Borculo. En nu breidt zich dat uit tot Berkeland, zeg maar. Hè. Iedereen in Berkeland kan in wezen lid worden daarvan. Die hebben één keer per jaar een kunstroute die om en om in Geersen of in Gelselaar begint. En twee weekenden kunnen mensen rondlopen en kijken op allerlei locaties. Maar toen hebben we ook gezegd van ja, je zou eigenlijk misschien wel een ruimte moeten hebben, een locatie moeten hebben waar je permanent werk kan neerhangen van al die kunstenaars die we hebben in Berkeland. Want het zijn er natuurlijk nog wel wat, niet massa's, maar er zijn wel zo'n groep zeg maar, waarvan je zegt van nou, dat is mooi, het zijn goede kunstenaars zitten daartussen. Je moet ook wel zorgen dat je kwaliteit laat zien. Zeg maar. Vaak zijn het ook wel mensen die een opleiding hebben gehad, dus het is wel van goede kwaliteit. En die hebben dan eigenlijk de mogelijkheid om
ja, samen te delen. Dat je bijvoorbeeld PR-zaken moet regelen, reclame moet maken, foldertjes, misschien affiches moet maken. Dat doen we met de route ook altijd. Dat is altijd dan, samen draag je dus met z'n allen dat ene geheel. En dat is natuurlijk, ja, voor veel kunstenaars toch een mogelijkheid om hun werk te kunnen laten zien. Want niet iedereen wordt door een galerie uitgenodigd of kan met ons meedoen met de route. Want we hebben een ballotagegroep, zeg maar, die toch kijkt of die groep goed bij elkaar past, hè, qua werk en qua instellingen en zo. Dus om dat dan wat breder te krijgen, zou dat wel natuurlijk een mooi iets zijn, een kunsthuis. Want dat zie je niet vaak, misschien in een grote stad, maar op het platteland zie je dat natuurlijk al helemaal niet, hè, een kunsthuis. Maar het zou natuurlijk in plaats van een galerie, zou het eigenlijk een heel mooie mogelijkheid zijn voor mensen om, en heel laagdrempelig, om gewoon naar binnen te stappen en te zien wat Berkelland geeft aan kunst. Wat er gemaakt. Hoe kwamen jullie uit in Gelselaar? Nou, omdat ik er woon en ik nog wel eens panden zie waarvan ik denk van nou, dat zou best mooi zijn, hè, om daar wat in te beginnen. En omdat ik denk dat het ook wel mensen zou trekken, dat je dus hier lekker kan wandelen, fietsen. Nou, misschien komt er wel eens wat meer gelegenheid om er ook een nacht te slapen. Nou, dus al met al, ik vind het een prachtige plek. En dat mag iedereen wel zien, zo'n plek.